York te servir. Stelletje herders. Ik sta nu wel. Ja, ik ga ook een plan doen trouwens. Ja, ik sta nu wel, maar ik heb geen pils en ik kom terug. Ja, had ik er een met de A-shirt in gehad. Maar uw gepenningmeester is een vieze raad. En Aspers heeft zijn liever zijn halve liter al lang gehad. Maar Marcel heeft nog niks gehad, dus het wordt tijd dat hij een halve liter kruis gevat. Geef eens op. Oh, te, bel zeker. Hij neemt degene met de krokers van de andere. De volgende punt van de Bennenzeker 2015 is ook al bekend. Aspers. Dat we met de sleuteloverdracht in de hoek werd geduwd naar de reën, daar ben ik nog steeds benieuwd naar. En Roy Smeets, Biharis, met onze keep op de arm, heeft op de woensdagmorgen de soep al warm. Sorry, papa. In de Maastrichtse optocht voorop liep Harold Boots met zijn vette kop. Roy Schmid, bij de CV, hij zit voor zaak. Maar bij de chatterie en bij ons schiet ze altijd raak. Samen in de kerk, de houten bank, Bina, hoe dit ging, dat kwam omdat Riesje straks met zijn vette nek op de kerk aan stingen. Op de kosten. Op de kosten van Peter Dassen heeft de Belg 6 liter weten te verbrassen. Hoe ging dat weer? Maar ondanks de sleuteloverdraag heb ik genoten. Hebben we eens het leeg uit de uitgezopen. Harold Boots. Ik kan eerst weer fatsoenlijk lezen, hè? Dan ga je hem nemen. Harold Boots. Lulu is niet zo serieus. Want in Boogaaien bezorg je een kneus. Jelle Mintjes. Stinkt deels op de wagen. Die kan zich echt niet gedragen. Met Michel en Isaiah weet ze zeker dat ze van die vrouw gescheiden. Met stikke spluiken deed Michel Geer. Maar nou deze was te loven, checkte toch als een eigen geweer. Prins Jos. Nog een keer. Prins Jos. Met de bakstruik of een kop, maar Pitbull Shack zat er meteen bovenop. Met Jill Prins Koen, die was in de optocht vergaan, waar Konrad gans van de baan. Ik sluit deze proclamatie graag af met mijn motto. In plaats van lange nieuws heb ik volgend jaar een leven Otto. Grapje, grapje. Ik ben nog niet klaar, ik heb nog iets. Ik heb een plaatje. Nu sluit de weg af. Pief, poef, paf. Ik bedank mijn tweede studenten voor het ondersteunen van mijn kruisband. En ik ga van mijn rechterhand. Nee, dan wil ik nu echt graag afsluiten en iedereen bedanken. Het was gewoon een super carnaval voor mij, echt allemaal bedankt. En ik sluit af met mijn motto. Mijn bag is een goede Belgische lunch. Het is een carnaval, volledig goed aan! Yeah!